Voorzitter, we hebben een stevig debat gehad. Een debat eigenlijk over de urgentie van de klimaatcrisis, over de wanhoop en de woede. En over ook de acties die geweest zijn. En ondertussen het gevoel bij heel veel mensen dat er niet gedaan wordt wat nodig is. En wat mijn partij betreft is ook deze wet doet niet wat nodig is. Het is niet de wet die in lijn is met de 1,5 graden. Daar hebben we amendementen op ingediend en nou ja, ik ben niet verbaasd dat die amendementen geen oordeelkamer krijgen. Want dit kabinet koerst op 55, zegt 60, maar de praktijk is helaas nog veel en veel lager. Zoals ik al in eerste termijn al aangaf, wij zullen voor deze wet stemmen, want inderdaad 55 is meer dan 49. Ik vind het wel heel zorgelijk dat de minister eigenlijk het advies van de Raad van State om de doelen wel bindend te maken, dat hij dat zo makkelijk eigenlijk naast zich neerlegt. En ik denk ook, ik vrees dat we ook daar spijt van krijgen. Voorzitter, we hebben ook net een stevig debat gehad over de fossiele subsidies. En ik weet dat dat niet onderdeel is van de wet, maar het gaat erom is dat bij wat wij doen, dat we altijd toetsen of niet ondertussen wij eigenlijk ondermijnend beleid voeren. En dat zijn die fossiele subsidies. En ik zie echt uit naar de stemming, omdat ik echt hoop dat deze Kamer wel de noodzaak ziet om nu heel snel die fossiele subsidies af te bouwen. Voorzitter, ik heb twee moties nog en die gaan eigenlijk over dat ons beleid wat we voeren, dat we dat niet als overheid zelf moeten ondermijnen. Ik ga iets heel bots doen. Oh. Ik ga u afbreken en ik ga ook dit debat afbreken. Want, nou. Ja, want ik zie nu allemaal mensen met moties komen en dat gaat nog zeker een half uur duren. Okay. En ik krijg aan de lopende mand appjes binnen van bewindspersonen, mensen van de Griffie, sprekers uit het volgende debat, die allemaal klaarstaan. En er is daarna nog een debat en daarna nog een debat. En we gaan vreselijk in de problemen komen. Dus mijn excuus is dat ik zo onaardig en zo hard tegen u ben. Ik kan maar het we gaan hebben. Het. Ja, u bent wat gewend. Zeker met deze minister. Of deze voorzitter. Ah, nu wordt u veel te persoonlijk. Ik sluit dit debat. Volgende week gaan we door, wellicht woensdag. Ik geef de hamer over aan de heer Van der Lee.